Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Dan ben ik weer in mijn eigen woonplek, jongens. Ik ben vertrokken vanuit Almere. Nog even aan vermoeden geweest natuurlijk. Even doei gezegd. Toen ben ik vertrokken naar mijn eigen woonplek. Ik moet zeggen dat ik wel echt heel zwaar heb nu. In Almere zijn het gewoon heel zwaar nu. Omdat je dan de hele tijd ermee geconfronteerd wordt. Dat het mijn moeders einde is. Ook het huis willen we nu al leeg gaan maken. Alle spullen uit haar huis opruimen. Het is gewoon heel zwaar. De kinderen lopen trouwens hier, zie ik nu. Ik was gelijk even naar de Albert Heijn gegaan. Voor hier in mijn dorp. En toen zeiden ze, oh, we lopen wel naar huis. Dus ik rijd nu naar huis en we lopen nu naar huis. Alle spullen uitladen en dan in mijn eigen dorp heb ik toch iets meer afleiding dan wanneer ik in Almere ben de hele tijd maar ermee geconfronteerd word. Dus vandaar dat ik ook echt vroeg vertrokken ben. Mijn moeder begreep het gelukkig. Het is ook veel voor haar hoor. Ik kom natuurlijk met alle honden en mijn kinderen. Het is super druk voor haar. Ze voelt zich natuurlijk echt niet lekker. Ze is echt op. Dus dat was even de update daarover. Dan hoop ik dat ik het voor de rest van eventjes een beetje los kan laten. Natuurlijk, het is heel zwaar en het is moeilijk los te laten, hè? Want ja, het speelt nou helemaal in mijn leven. Helaas. Gelukkig hier schijnt de zon. Dus ik had een leuk idee om zometeen met de kindjes te doen. Heel leuk, misschien al in dat je het toch gezien. Wij eten altijd McFlurry Oreo bij de McDonald's. En toen had ik iemand gezien die hem zelf had gemaakt. Toen dacht ik, oh, dat is misschien ook leuk voor de kindjes. Kunnen we dat zometeen doen? Weet je, gewoon een beetje afleiding. Gewoon leuke dingen doen. Dus dat jongens, kijk vandaag stellen met ons mee. Dan hou ik je altijd op de hoogte van alles natuurlijk. Waarom is hier helemaal nat? Nee, niet alle honden. Honden. Kan je ook leggen? Het is alleen nog niet gat. Wil je ook? Allemaal een bakje, allemaal een lepel. Wil je ook? Grote niet. Ja, ik moet er vier. Ja. Een papje. Wie weet je wat hier onder zit? Een bal. Door. Een bal. Niet. Wat gaan we maken, denk jullie? Ijs. Ijs. Nee. Nee. Taart. Nee. Nou weet ik het niet. Dit. Wat eet je altijd met Oreo? Taart. Ja? Nee, ik weet niet. McFlurry. Je kan je eigen McFlurry maken nu. Je moet slagroom, roomijs hebben, melk, Oreo, dan heb je eigen McFlurry. Maar ik weet al voor die grote lepel is. Om dit uit te scheppen. Oh. Wat dacht je dan? Oreo kapot te maken. Nou, maar dat kan ik met je handen, dacht ik. Ja! Mag ook eten. En door Rayon en Margarita? Ja. Ja. Ik hou van roze. Ik hou van roze. Hoe koud? Daarna moeten we wel nog lunchen. Ze eten eerst even een toetje en daarna een lekker lunchje. Ja, jij hebt toch rood? Oké. Wil je ook nog meer dan? Ja. Okay. Heb je toch gegeten? We hebben wel lekker. Ja. Toch meer. Oké, dat wil ik ook. Nee. Wacht, dit is zo lekker. Waar is mijn lepel? Ik wil ook zelf in mijn bakje. Waarom breek je? Nee, niet voor mij. Oké, dan. Moeten we een beetje eten. Maar nu is het nog geen McFlurry, of wel? Nee, toch. Maar ik moet de melk doen. Ik kan het zelf. Je mag wel zelf roeren. Oh, ja, is roeren. Zo lekker hè. Ik kan er echt niet meer stoppen. Hé hey mama, wat heb je gedaan? Goed roeren, dat de melk goed door het ijs zit. Want het ijs is nu nog heel hard, dat is bij mijn McFlurry mooi. Dus dat moeten we eventjes wachten. 10 minuutjes. Is het ijs al. Zo, kom je even helpen. Hè? Ja, het is vandaag lekker zonnetje boven. Ja, maar kijk, mij heb ik het al bijna. Jullie ook? Ja,
ik ook een beetje hoor. Kijk, dan heb je zo heel zacht ijs. Mijn is er nog niet. Ik heb zo, kijk dan. Ja. Wel een beetje weinig met Fleurine. Ja, maar we kunnen de hele dag eten, hè? Dus eerst kunnen we dit proberen. Nee, eet nu al die bak leeg. Dus meer met Fleurine kunnen we ook niet trouwens. Nee, klopt, man. Het is gewoon zo... lekker. Deze is niet om op te eten, Wim. Pak hem maar. Mag eentje. Mag je hem helemaal kapot maken, klein maken, kruimeltjes. Heel goed. Jij ook? Zo, we komen even met 1 seconde thuis, jongens. Ik moet de auto nog uitpakken zelfs. Mim heeft zelfs een kruimeltje bij mij erin gedaan. Dank je, Mim. Kijk, Mim. Mam, bedoel ik. Ja? Heel lang zit eronder, maar... Broekafé. Waarom? Ik kan het ook gewoon met een lepeltje doen, hoor. Mijn man! Dus, ja, afkloppen. En dan, heb je al gegeten zeker? Nog niet. Je moet nog niet proeven, hè? Nee, klopt. Alles klein maken, let op wat je onder die pakken, ja? Ja. Wat heb ik nog gehad? Karamelsaus. Je kan ook chocoladesaus, maar die heb ik niet in huis. Karamelsaus. Maar bij de McFlurry kan je altijd kiezen of chocoladesaus of McFlurry saus. Nou, en dan heb je gewoon je eigen... McFlurry ijsje. Het smaakt echt lekker. Ik kan nog niet gegeten. Mag roeren. Tuurlijk. Nee, echt een bom. Oh ja. Ik kan roeren. Dit hoe het er nu uitziet, jongens. Dan roeren we dat er ook doorheen. En dan hoop ik dat het... Kijk, maar nu smelt hij nog meer. Ja. Nu smelt hij nog meer. Uh-huh. Dus dan wordt het een echte McFlurry. Met Fleury? Ja. Zo is hij nu. Kapot lekker. Nee? Beetje. Oh. Ach, lekker. Je proeft veel te veel die slagroom. Volgende keer moet ik gewoon vanille-ijs halen, geen slagroom-ijs. Ander. Ja, vanille-ijs moet je geen slagroom-ijs. Maar lekker met slagroom-ijs hoor. Laat je kinderen dit ook proberen. Als je kinderen hebt. Niet met Fleury willen, van 4 euro. 4 euro. Dat is duur hoor, met Fleury. Wat? Wij weten dit zelf nog. Juna, ga maar naar buiten. Kom. Buiten, kom! Je bent er ook zelf ingegaan. Ja. Maar kijk, nog meer McFlurry. Mm-hmm. Goed zo, jongen. Nee, wat moet je in McFlurry doen? Dat maakt niet uit. Mag ik echt zo eten? Ja? Een nieuwe? Nee. Oh. Ik sta scan, play en win. Waarvoor? Ga je winnen? Een nieuw... Kijk, dus volgende keer... Of roomijs, maar niet slagroom, roomijs. Nou. Die niet. Het is niet vies, maar ik denk dat het lekker is met een ander ijsje. Gaan we lekker ontbijten in de tuin? Dat is fijn toch? Ja. Maar... Het is wel gewoon lekker, maar... Het smaakt toch wel een beetje naar een McFlurry. Ja. Als we eten een McFlurry, maar dan misschien met karamel. Misschien is het best die slagroom ijsje. Maar we weten het nu ook. Misschien als dit zat bij de McDonald's ijsje. Mm-hmm. Ja, misschien ook al gewoon gegeten, zeiden we niks. Maar nu weten we het, de slagroom ijs. Oké, Mimi komt uit het bad. Ze wil nu haar nagels gaan lakken. Ik wil even eerst de haren gaan doen en dan wil ze de nagels gaan lakken. Kijk, eerst kijk. Roos bedoel ik. Blauw, groen, geel, oranje, paars, oranje. Twee oranje. Maar ga eens even je haar doen, want je haar zit toch helemaal nat en wild. Ik doe van het badje. Rood. Niet
Daar heb ik ook onder. Maar hij heeft zwart erin gedaan. Hij heeft zwart erin gedaan. En wit. Ook recht kijken. Ogen dicht? Ja. Ogen dicht? Ja. Heb ik lopen? Ja, heel veel. Altijd naar bad. Als Sky. Is Sky knopen? Ja. Oh, dat wist ik niet. Echt? Dat mag toch niet? Ik had dat is toch voor mijn pony? Nee, die is gaan? Of die kan? Ja. Nee. Ik dacht ik wou een vlecht te maken, maar ik heb maar één elastiek, dus ik kan geen vlecht te maken. Ik ga mijn pony doen. En heb alles begonnen met de huis. Poeder. Ik heb een nieuwe kans weer. Sorry. Soms doet kappen dit. Omdat ik dacht, oh nee, we zullen hem gewoon spelletje verwijderen. Toen nog een beetje. Jullie hadden toch niet geluisterd? Mijn telefoon doet het perfect. Nu je helemaal draaien in je hoofd? Nog nooit zo'n vriendelijk tegen me gehad. Sorry. Sky, ik heb nu al Ik ben pas volgens mij 5 minuutjes van mee. Ik heb nu al 3000. Nu helemaal draaien hoofd. Kom er niet bij. Ik heb nu al 3070. Ja, dat is pas. 1 minuutje. Even kijken. Nu mag je naar Isaiah kijken. Ik doe dat dan. Dat is Isaiah aan de kant. Ja, dat is niet slim, hè? Auwe! Sorry, maar gelukkig heb ik dan nog meer hondjes. Dan ga ik snel een andere naam zeggen. Ja. Oh, zo, we hebben maar één hondje. Wat is dat? SpongeBob is eigenlijk voor het schoon te maken. Wat is er nou? Oké. Even je nagels knippen. Neem mijn tenen. Ja. Ik moet alles knippen. Oké, ook mijn oren dan, hè? Ja. Nee. Ook mijn neus. Dat is een goed idee. Krentenbar. Ja. Niet over krentenbaar praten. Krentenbaar. Moet elkaar pesten. Hoezo mag je dat niet? Ja. Krijg je nou morgen eindelijk een cijfer van je werkstuk? Weet ik niet. Moet wel. Hij heeft het hele weekend gehad om na te kijken. Nu is het wel een keer mooi geweest. Mimi, ja. Doe dat niet. Is dat fijn? Nee, maar een beetje. Kijk, dan vraag ik. Wanneer ga je mijn werkstuk nakijken? Heel goed, je hebt er allemaal naar gekeken. Ja, het was weekend. Wat heeft Jan sinds weekend gedaan? Mama, deze doet hier. Kijk, deze doet hier heel goed bij je. Je voet? Ga erin. Dat zijn nageltjes. Schattig, hè? Jij hebt toch een kleine nageltje? Dit was een dikke. Groot is ook een beetje klein, hoor. Deze stond al groter. Ik ook zo groot. Je weet dat je nergens aan mag komen, hè? Nee. Ik heb eerst deze hand. Hoezo? Ja. Hij is bezig met mij, moet zijn. Allemaal één. Wauw. Mooi? Ja. Ik was het. Wacht, ik heb het. Hé! Waar? Ja, wat is dat? Ik vind het kom. Ja? Dat is niet mooi. Ja. Ja, dan wordt het blaad. Oh, dat is pas. Oh, dan ik wil ruiken. Het is vies meer. Nee, het ruikt echt heerlijk. Hij dit keer ze dan wel bij. Hij is pasta. En ik noem hem pasta. Oh, echt mooi. Toch? Regenboog ga ik doen. Ja.
Ik heb zo'n... Ik ga zo'n kleding. Ja. Kijk wat dit is. Wat denk is dit toch? Een lekker oranje. Ja, is het... Is het... Ik denk is het rood. Ik denk een beetje oranje. Nog een beetje. Maar dan heb je twee dezelfde naast elkaar. Je kan beter paars nu doen. Anders heb je twee dezelfde naast elkaar. Nee, maar we gaan proberen deze. Nee, we doen nu paars. Straks bij je andere hand doen we de andere dan, ja? Doe me ook zo. Nee, een beetje. Ik voel helemaal niks. Nee. Omdat het hier nagel is. Oké, goed stil houden op je been. Nergens tegenaan, oké? Hey, zelfde SpongeBob als veel. Daarna hebben we geel. Ja, goed. Dat was het warm. Oké. Denk je dat deze al droog is? Nee, nog niet. Hoe lang doet het nog? Een beetje. Ja, helemaal klaar. Alsjeblieft. Hetzelfde met pink. Ah, ja, toevallig. En die ook hetzelfde. Oh, je hebt aan. Ja, maar ik raak me hier aan. Ringvinger ook hetzelfde. Nee. Ja. Blij mee? Ja. Ja. Waarom doe je nagellak eigenlijk? Hier. Kijk, mam, hier. Het stinkt. Je nagellak? Ja, ik denk het. Sky, heb je ons ook? Ja, ben je wel een meisje. Ja. Je mag ook dus. Maar nu staat het 1-1, want ik voel alleen tegen Pasha. Oké, die andere voet hierop. Mag ik deze andere kleur doen? Oh, ja hoor. En dit is dan groene. Groen, oké. Buigen. Ja, groen. Schatlin. Helemaal weer klaar voor morgen school. Ja. Alleen nog je haren vlechten. Dat wil ik niet. Nee? Nee. Oh. Mag dat niet? Weet ik niet. Je mag toch weer mooi naar school, schat. Dus dan kan je jezelf je nagel lakken. Ik wil zo jouw nagel lakken. Oh. Wil je dat ook? Dat weet ik nog niet. Dat zijn mijn kleding. Oh ja. Alsjeblieft. En even laten drogen. Kijk eens. Groene tenen. Kleine green. En gele tenen. Ja. Kleine schimmel. Dit is ui. Ja. Dit is de green. Niet aanzetten, niet aanzetten. Waarom heb je niet van die? Kijk deze nagel. Hoe moest ik die lakken? Het zit gewoon meer op de huid dan op de nagel. Dan kan je toch geen nagel noemen?